Zijn ik er gek aan het doen? En deze? Jongens, zeg eens. Wat ben jij lelijk? Dit nou? Ik doe geen eens wat. Moet je nagaan. Unk, wie in herrie dat gekraak hier? Tja, Fucky. Misschien zijn het wel kraakpanden. Kraakpanden? Wie zijn dat nou weer? Dat zijn panden die niet langer meer verhuurd worden aan bedrijven of particulieren. Dus deze panden staan leeg en worden officieel niet meer bewoond. Unk. En dan heb je ook nog zogeheten anti-kraakinstellingen die deze panden verhuren voor een redelijk acceptabele prijs, zodat ze op die manier verpopering voorkomen, wat dus nu niet het geval is. Ja, tuurlijk. Hè? Het zijn volgens mij gewoon huizen die heel verdrietig en bang zijn, omdat ze helemaal alleen in het donker staan. Is dat wel zo'n goed idee, Fucky? Ik ben een beetje bang. Een beetje voedoe, weet je? Wat een rare kate! Ik zie geen reet! Ik ben een beetje bang. Zie je nou wel? Oh, Fucky. We kregen stront aan de knikker. Stront aan de knikker? Moet je nou kijken, Andy? Eerst zagen we geen reet, maar nu wel. Hey, nu is het brutaal, klein mannetje. Reet, ik kan praten. Ik ben geen reet. Ik ben kont. Concierge, ja? Ja, en meneer Serge voor jullie. En wat doe jij dan, Billeman? Ah, daar ga je geen reet aan, klein mannetje. Met je rare lippen. Wat is dat? Ja, dat is jouw klaagmuur. Hè? En dat moet vooral doorgaan met de hele tijd dat geklaag. Concierge, je vergeet je gereedschap. Gereedschap? Ja, leuk hoor, hè? Vertel mij nou eens een grap die ik nog niet gehoord heb. Hé, hey, wat een ondraaglijk lijden. Krijg nou wat! Een muur die kan praten! De muren hebben oren. De muren hebben oren. Ja, ja, van achter en van voren. Zo, Unk, ik moet ineens heel nodig plassen. Wat moet je nodig? Heel nodig plassen. Zo, dat is zeker een Chinese muur. Zo, Unk. Nou, sorry hoor. Oh, Fucky. Dit is een mooi moment om te rennen of zo. Denk je? Weet je niet? Sneller, Fucky! Sneller! Laat ons in! Ik kan niet sneller! Fucky! Ja, pingpong. Hè? Met je bami bangang. Zul ik jou eens even op je mail rammen? Sorry, master. Zo, dit ging nog net goed. Bedankt, meneer Billeman. Dat was wel even spannend. Zeg, luister eens. Ben jij hier de baas of zo? Ja, zoiets. Ik ben anti-kraak. Ik vecht tegen alle schuren in de muur. Maar ja, telkens als ik er eentje dichtgemaakt, dan komt er weer een nieuwe. Ik word doodziek van al dat gekraak. Je kan er toch gewoon mee stoppen als je het niet meer leuk vindt? Ja, dat kan dus niet, hè? Het is straf die ik kreeg van de maatschappij. Hè? Ik ben wel vrij als het hier af is. Een straf? Maar wat heb jij dan gedaan? Ben jij crimineel? Luister, kleine man, ik weet nog goed. Er was een avond in mei, ik was op weg met de auto. Ik werd aangehouden door de politie. En ik moest aan de kant voor kont rollen. Zo! Hey Andy, snap je hem? Kont rollen! Rollen met je kont! Volgens mij heb jij gedronken, Billemans. Dus rol maar even snel en netjes over deze lijn met je kontje. Ja, dat was dus goed fout, hè? En daarna moest ik ook nog blazen. Dat wordt dus zitten, Billemans. Billeman, ik veroordeel u tot levenslange conciergeactiviteiten in een kraakpand. En pas als alles in het huis weer gerepareerd is, bent u vrij. Is dat begrepen? Wie is de Billenbrand? Moet op de bladen zitten. Ik ben pas vrij als alles hier weer niet meer kraakt. En zo langzamerhand komen die muren op me af. De huis is gewoon ziek. Ziek? Waarom bel je niet gewoon... De huisarts. Huisarts? We moeten nou weer met een huisarts. Ja, snap je dat niet? Huisarts? Als jouw huis zo ziek is, dan moet je een huisarts bellen. Wees maar gerust.
Ik ben een gediplomeerd huisarts en ik zorg ervoor dat dit zieke huis weer helemaal beter wordt. Zo, Unk, hoor je dat, Serge? Je mag gaan en zitten waar je maar wil. Yes, hebben we vrij. Fijn, hè, Serge? Wat ga je nou doen? Nou, misschien word ik wel toiletjuffrouw of putjeschepper. Misschien word ik wel Eskimo. Snap je? Dat is beste gamers. To be kont en jut.